camping in Kroezebeemke. Bakkeveen, Friesland. Wij hebben ons plekje genomen achter deze bossage. Is een mooi veldje. En zo rij je helemaal de camperplaats op. Of camping, eerlijk gezegd. Voormalig boerderij. Tussen de landerijen. Wanneer je van de camping links afgaat, dan rij je rechtdoor, een klein stukje, niet zo ver, een paar kilometer denk ik, naar Bakkeveen. En daar heb je dan een grote supermarkt waar je alles kunt krijgen. Een mooie frietent, een hele goede, staat hier goed bekend. Ik ben nu even met Bibi aan het wandelen. Ze vindt alles weer heel vreemd. Met wandelen is het toch wel een beetje onrustig. Gisteravond helemaal toen het donker was. Kijk, nu ook weer. Ze houdt het staartje aardig laag. Net stond hij wel omhoog. Maar nu we wat verder bij de camper vandaan zijn, is ze gewoon een beetje onrustig. Ze moet even weer wennen. Ze vindt alles prachtig bij de camper. Maar alle nieuwe geluiden, zoveel, is net even te veel prikkels voor haar. De inrit voor het grijze water. Aan het bord kun je het zien. Waterinname. Daarachter staan wij. En hier kun je lozen. Het hoekje om. En ik ben weer thuis. Dit is ons uitzicht vanuit de camper. Twee paarden. Moet ook nog ergens een derde lopen. John in de zon. Ik zit het eerste filmpje te editen. En Bibi staat zoals gewoonlijk op de uitkijk en scharrelt wat rond. Voor de camper zit gelijk een waterpunt. Nou, dat is wel heel handig, toch? En zo doet John dat. Lekker opfrissen tussendoor. Ja, dan hou je het wel vol in de zon, toch? Hier moet je je melden. Daar kom je binnen. En daar hadden we de camper even geplaatst. Dan heb je hier ook een veldje. Daar konden we gisteren nog staan. Daar hebben we niet voor gekozen. En hier aan de andere kant zijn de toiletten en de douches. Loop je naar binnen, dan heb je allerlei informatiefoldertjes. En ga je het hoekje om. Dan ga je richting de douches. Afwasplek. En dan lopen we even door. En dan
hebben we hier rechts voor de dames. Toiletten. En twee douches. Via een muntautomaat, 50 eurocent. Twee douches. En drie toiletten. En aan de andere kant hebben we de heren. Hetzelfde. Komen we van de douches. Komen we bij de vuilnis terecht. En dat kun je hier allemaal kwijt. Lopen we rechtsaf. Kippetjes. En een haan. En een geitje. Aan de linkerkant de paardenbak. En hier hebben we een groot speelveld. En ook nog een mooie plaats om met de caravan of eventueel camper te staan, denk ik. Ja, er staan ook campers. Nou, sta je ook lekker volop in de zon. En bedrijvigheid voor de deur. Daar is ook nog een stukje. Het is groot genoeg. Twee toiletten. En het toilet voor de camper. Nu sta ik achterin het speelveld. En daar heb je ook toiletten en douches. Alles erop en eraan. Niet verkeerd. Ik had dus echt niet verwacht dat deze camping nog zo groot zou zijn. Mooi, hè? Alles mooi aangeplant. Hier voelt Bibi zich wel thuis. Hé, Bibi? We dachten dat wij mooi stonden. Maar er is hier keuze zat. Te kust en te keur om een mooi plekje op te zoeken. Ja, toch? Nou, kun je ook nog verder gaan. Zie ik ook weer paarden achterin. Allemaal mooie velden. Iedereen heeft een grote en ruime plek. Een duiventil. Witte duifjes. Roekoe, roekoe. Dan is hier de vijver. Kijk eens. Dan kun je helemaal mooi vissen. Wauw. Wat mooi zeg. Echt wel. Ook nog huisjes te huur. Nou jongens, zoeken jullie nog een mooie plek? Dan is die hier te vinden. In Bakkeveen.
zijn de hele dag bezig met het spelen. Mooi. Hier hebben we de ingang waar je gelijk lekker kunt wandelen met de hond of gewoon alleen. En is gelijk aan de weg en daarachterin, daar is de camping. De zon komt er weer een beetje door, dus morgen misschien mooi weer. En dan gaan we fietsen hier in de Bakkeveense bossen. Dan kom je hier uit bij de Bakkeveense duinen. Zoals ik heb begrepen is het nu een strand waar honden vrij mogen lopen. En een mooie boom. Morgen meer. Vonden jullie het een leuke video? Vergeet dan niet eventjes om te liken. Natuurlijk kun je ook een abonnement nemen. Dan even abonneren. Het is gratis. En wil je helemaal op de hoogte blijven wanneer er een nieuwe video komt? Dan even het notificatiebelletje aanklikken. Dan krijg je gelijk bericht wanneer er een nieuwe video online is.